De nummers 18 en 17 van de Eredivisie. Oftewel, als het seizoen nu zou stoppen, zouden deze twee ploegen degraderen. Maar gelukkig voor RKC en VVV zijn er nog 15 wedstrijden te spelen om uit die degradatiezone weg te komen. Feit is wel dat het verschil 5 punten in het voordeel van VVV is. En dus is het vooral voor RKC vandaag moeten. Want wordt het gat 8 punten, dan wordt het een heel lastig verhaal voor de ploeg van Fred Grim. Daar Richard van de Venne, overgekomen van de Go Ahead Eagles. Hij op het middenveld vandaag bij RKC. Waar ook Velkov debuteert voor RKC en ook in de Eredivisie. Datzelfde geldt voor Van der Venne. Geldt niet voor Hansson, speelde al voor RKC. Nog niet voor RKC in de Eredivisie. Maar wel ooit een keer voor Feyenoord op het hoogste niveau in Nederland. Ook Tijani Reinders wederom in de basis. En in de punt dus Mario Bilate. Edwin van der Graaf, de scheidsrechter. En deze kleine man verricht de tos en dan moeten we met z'n allen het muntje gaan zoeken. Ah, dat doet hij zelf gelukkig ook. En dan kan Bilaat gewoon zeggen dat het blauw was. Dat hij de tos heeft gewonnen, want niemand die het controleert. Bij VVV Simon Jansen dus in de basis. Omdat Lindhorst geblesseerd uitviel tegen PSV. Kettermol nog altijd op de plek van Post en Darvalu in de spits. Geflankeerd door Opoku en Sinclair. Reinders in één keer door naar Sporksleden. Dat is aardig gecombineerd daar. Zo. Dat is schitterend gedaan. Zo. Nog altijd. Even vastgehouden, maar hij heeft de bal nog. En dan smoort hij onder Kiersbaan, die hem uiteindelijk op kan rapen. Met een beetje geluk, maar wel sterk overeind gebleven. Met name hier. Werd hij toch uit balans gebracht door Koen. Op Oku half. Goed gedaan door Bilate. En dan ligt er ruimte voor Hansson. Met de buitenkant. Weg door Kettermol. Maar wel opgevangen voor een schot uit de tweede lijn. Dat wordt gekraakt door Kettermol. Matige bal van Reuzeler. Dwars door het midden. Mulder. RKC houdt de bal. Zo. Daar is Reinders. Die komt niet tot koppen. Bilate komt niet tot een schot. Hansson. En van richting veranderd en raak. Die heeft weinig tijd nodig om zich weer thuis te voelen in Waalwijk. Emiel Hansson. Vorig seizoen, toen hij gehuurd werd van Feyenoord, zo ongelooflijk belangrijk. Met al zijn doelpunten en assist. En binnen het kwartier is het met het nodige geluk alweer raak. Dat het hier ergens om gaat. Dat kun je wel zien aan de reactie van Fred Grim. Van der Venne. Kijkt Bilate bij de tweede paal. En daar gaat de bal net aan voorbij. Daar gaan de mini-worstenbroodjes. En die smaken net iets lekkerder met een 1-0 voorsprong. Zelasso. Wat een hele goede actie aan het begin van de wedstrijd. Die is nu voor de voorzet, maar die gaat dan iedereen voorbij. Dit is een goede opening. En een goede actie van So. Sporksleden wil doen geloven dat hij ondersteboven werd gelopen. Hier is veel te weinig aan de hand voor een penalty.
RKC nu even moeite om de bal weg te krijgen. Sinclair. Tegenover Sporksleden. Sinclair krijgt de bal voor. En daar wordt hij bijna binnengekopt. Maar is dit een heerlijke reflex van Etienne Vaassen op die kopbal van Peter van Ooyen. Dat is ook de kunst van een keeper. Heel lang niets te doen hebben. Als je er dan een keer moet staan, ook deze reflex in huis hebben. Sinclair en opnieuw werken voor Vaassen. Twee keer in korte tijd. Passionik. Dat is een goede voorzet. Opoku niet, maar Darvalou wel. Hens, zeggen ze bovendien bij VVV. Daar was dan eindelijk het momentje voor Oussama Darvalou. Na die goede voorzet van Passionik. Zou het daar in die eerdere situatie hier Hens moeten zijn geweest van wellicht Mulder. Maar ja, die heeft daar zelf al helemaal geen weet van. Ketterman naar de kant. En de terugkeer van Danny Post. Leemans haalt weg. Daar is Post met zijn eerste balcontact. Schot geblokt. Ja, dat was de ideale binnenkomer geweest voor Danny Post. Fase half. Jansen en Vaassen helemaal. Simon Jansen. Middenveld nu met Post, Simon Jansen en Van Ooyen. Hansson. Dit is wat hij heel graag doet. Hansson. Naar binnen komen en afdrukken. Dat deed hij met grote regelmaat in de eerste divisie voor RKC vorig seizoen. Zijn poging geblokt door Simon Jansen. Silasso. Ook wat meer tempo, wat meer leven in de wedstrijd. Sporksleden. Daar gaat Jeboa. Die geeft hem aan Darvalou. Vlag blijft voorlopig naar beneden. Darvalou heeft te veel tijd nodig. Alsnog Sinclair. Velkov met het blok. Appel voor Hens. En Jeboa in de handen van Vaassen. En nog maar eens appel voor Hens. Sinclair. En dan hobbelt die bal tegen de hand van Velkov aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat Van der Graaf daar geen strafschop voor geeft. Sporksleden speelt de bal. Ingooi is voor VVV. Opoku, Simon Jansen en Jeboa die de bal richting doel brengt. Dit is minder goed. Zo in de voeten bij Opoku. Die mag een heel eind komen, Opoku. En die prikt hem binnen. Omdat niemand bij RKC kordaat ingrijpt. De marge was dun, die 1-0 voorsprong. En als hij dan te afwachtend verdedigt, krijg je de deksel op de neus. Mag zo de halve 16 doorkruisen. Dan heeft hij hier het nodige geluk, Opoku. Wat heet, want die bal wordt ook bij het binnenschieten nog van richting veranderd. Maar iemand van RKC moet toch die bal wegschieten. Van der Venne, goed doorgezet. En dan maar eens zelf proberen van der Venne. Kiersbouw moet hem lossen, maar kan wel tegenhouden. Van der Venne wil een vrije trap. Aan de andere kant Darvalou. Darvalou troeft Welkom af. Darvalou gaat de 2-1 voor VVV maken. VVV dat hier de wedstrijd op zijn kop zet.
Velkov laat zich aftroeven. Geen overtreding van Darvalou. Voorbij Vaassen. En dan kan hij hem binnenlopen. Opoku en Mulder. Hansson. Reinders. Vente. En zo. Zo. Goeie tackle op de bal van Roel Jansen. Daar gaat Sinclair naartoe. Die geeft hem zo aan Van der Venne. En Kiersbouw moet hem nog bijna loslaten. Veel te veel risico genomen door Trevor Sinclair. En die draai- en stuiterbal van Van der Venne brengt Kiesbaum nog bijna in de problemen. Zij hebben er al geen vertrouwen meer in. Zijn er best wat hoor, die al richting de uitgang gaan. Het wordt een heel, heel lastig verhaal voor RKC Waalwijk om in de Eredivisie te blijven. Doordat RKC het zelf heeft weggegeven. Want ze kwamen 1-0 voor in een eerste helft. Waarin de ploeg van Grim de bovenliggende partij was. Net als in Venlo, net als in wel meer wedstrijden dit seizoen. De VVV zet hier wel een hele lekkere stap voor hun. En deelt een hele stevige tik uit aan RKC.